Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Het loont om te investeren in het opleiden van je medewerkers. Maar op een krappe arbeidsmarkt waar de operationele druk hoog is en de tijd beperkt, durven we alles grijpen naar opleidingen die misschien wel heel erg vernieuwend zijn, maar die niet noodzakelijk gealigneerd zijn met het strategisch HR-beleid. Of die onvoldoende afgetoetst zijn bij de stakeholders en daardoor hun effectiviteit missen. En dat is natuurlijk zonde van al die tijd, al dat geld en energie. En dat kan anders. Daarover ga ik in gesprek met Helen Govaerts, Managing Director, en met Elisabeth van Helmond, consultant bij het Leuvense Obelisk. Designer, challenger en aanbieder van leertrajecten in communicatieve vaardigheden, teamcoaching en leiderschap. Evidence-based met voldoende pragmatiek. Hoe maximaliseer je leerimpact? Hoe zorg je voor alignering? Hoe verhoog je het rendement van je opleidingsinvesteringen? Wel, ik kruip gewoon in hun hoofd op zoek naar antwoorden op onder andere deze vraag. Welkom. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Alles goed met jullie? Ja, alles heel goed. Op een heel mooie plek. Op een heel mooie plek. En ik zie in mijn ogen net een boot voorbij varen. Maar je voelt er niks van, hè? Dus je bent wie willen zijn, hè? Nee. Voilà. Maar heel blij om jullie te mogen ontvangen vanuit Leuven. Hopelijk met niet te veel file tot hier. Ja, ik viel heel goed mee. Ik kwam vanuit Mechelen en dat viel heel goed mee. Okay. Ja. Vanuit Leuven is het altijd muziek. Is het altijd een beetje muziek. Dus, we rekenen dat er al mee in. Iedereen wil naar Gent komen. Goed, we gaan erin vliegen. Hè? Ja. We zijn er allemaal van overtuigd dat opleiding en ontwikkeling cruciaal zijn, zeker als het gaat over soft skills. Maar hoe we dat concretiseren, daar durft het alles fout lopen. Hè? Waar loopt het zoal fout en kunnen jullie daar een aantal concrete voorbeelden van geven? Ja, zo iets wat we vaak merken in de vragen die tot bij ons komen, is dat organisaties toch wel wat op zoek zijn naar zo de quick wins of de quick fixes bij soft skill trajecten. Ik denk aan een voorbeeld van een leidinggevende die functioneert niet zo goed. Dus dat heeft meestal heel veel impact en directe impact op de organisatie. Dus dat zorgt voor zo'n bepaalde paniekreactie, waarin ze zo snel mogelijk een oplossing willen, want die situatie moet anders. Nu, het jammere aan die soft skills is dat vergt meestal wel een beetje tijd. Yes, yeah. En soms de quick fixes kunnen zelfs zorgen voor een negatief effect. Denk aan een teamcoaching. Bijvoorbeeld de vraag van, we hebben binnen een aantal maanden een teamdag. Het gaat niet zo heel goed met het team. Er is wat frictie, er is wat conflict. Er zijn veel wissels geweest de laatste jaren. En we willen een waarderend moment, we willen een voldoeninggevend moment. Kunnen jullie een halve dag komen helpen en iets rond complimenten doen? Ja, en dan wordt alles beter. Ja, en de andere helft van de dag gaan we iets informeel doen. Mm-hmm. En dan maken we toch altijd de reflex om eens eventjes te bellen naar die persoon, om iets door te vragen en te kijken van, ja, wat is nu eigenlijk het onderliggende doel of de nood die dat je voelt? En is die opleiding of die halve dag rond teamwerking, is dat wel de juiste keuze op dat moment? Mm-hmm. Want in dat voorbeeld, stel dat we dat gewoon zouden doen, als er heel veel weerstand in dat team is, omwille van een aanwervingsprocedure die niet goed loopt, ja, dan gaat je daar een potje openen waar je eigenlijk geen juist antwoord op kunt geven op dat moment. En de weerstand, of toch niet op een halve dag. Inderdaad, of toch niet op een halve dag. Ja. En dan gaat je de weerstand in dat team vergroten en gaat de effecten die je ervoor eigenlijk had, gaan uitvergroot worden. Ja. Dus dat is echt wel heel belangrijk om goed na te denken. Wat is hier de noodzaak? Mm-hmm. Is een opleiding of een leertraject daar een juist antwoord op? En als het antwoord ja is, op welke manier gaan we dat dan in de praktijk designen? Ja. Welke bereidheid is er op dat moment, zowel naar tijd, middelen, om daarmee aan de slag te gaan? En het is misschien ook een betere keuze om er dan niet even niet mee aan de slag te gaan. Hè? Dus die rol van challenger maken jullie effectief wel waar, met het oog eigenlijk op de beste oplossing op langere termijn. Ja. Ja, en dat is ook natuurlijk ons voordeel. Hè. Wij zitten daar niet in, dus wij kunnen iets meer achteruitleunen. Daar hangen geen emoties, geen geschiedenis aan vast. Dus van daaruit kan je net iets meer vanuit een helikopter gaan kijken en samen met hen beslissen, is dit prioriteit en op welke manier gaan we het samen aanpakken. Ja,
Alright, helder. Nu, welke soft skills dragen eigenlijk het meeste bij tot een organisatiestrategie? Dragen ze altijd bij, is misschien ook al een vraag dat ik daarbij heb. En dan zijn ze ontwikkelbaar. Ja. Altijd. Bij iedereen. Overal. Drie vragen. Dus ik ga ze wat in stukjes knippen. En de eerste vraag is, welke skills, soft skills, dragen bij, of skills in het algemeen, dragen bij tot de organisatiestrategie? En op zich zit het antwoord voor mij al een klein beetje vervat in de vraag. Hè. De start is altijd, wat is onze organisatiestrategie? En voor ons, welke skills dragen dan bij om die organisatiestrategie te realiseren? Voor de ene organisatie kan dat creativiteit en problemsolving zijn. Voor de andere organisatie kan dat klantgerichtheid zijn en bepaalde technical skills bijvoorbeeld. Mm-hmm. We spreken daarover rond KSAO's, hè? Knowledge, skills, abilities en others. Wat nooit in de categorie te vervatten is. En de soft skills zitten eigenlijk in het stukje skills, maar ook in characteristics en in others. En daar zit dan ook de vraag wat vervat, wat is ontwikkelbaar en wat is minder ontwikkelbaar. Dragen ze allemaal... Dus ik ga daar zelfs op terugkomen. Op de vraag dragen ze allemaal bij... Nee. He, dus goed, de basis blijft altijd. Het is voor elke organisatie, we blijven daar zo op hameren. Het lijkt een eenvoudige opdracht, maar dat is het niet. Welke skills of welke competenties, abilities hebben jullie nodig om die organisatiestrategie te realiseren? Dus eerst moet die oefening al heel helder zijn en klaar zijn op dat moment. Ja. Dat kan ook een stukje voortschrijdend inzicht zijn. He. Dat is ook helemaal oké. En er zijn ook genoeg... Er zijn voldoende theoretische kaders die daar ook een stukje helpend in kunnen zijn in die keuze daarvan. Ja. Wat we weten, bijvoorbeeld, we weten dat autonoom ondersteunend leiderschap een positieve impact heeft op betrokkenheid en op productiviteit. We weten ook dat feedback een hulpbron is die ook weer een positieve impact heeft op betrokkenheid, motivatie en prestaties en dat dat een energiebron is die zelfs compenseert voor stressoren bijvoorbeeld. Dus dat zijn dingen dat we weten en die keuzes kunnen leiden, ook een stukje ondersteunend zijn of dat wat we weten kan ondersteunend zijn in het keuze maken van bepaalde skills. Nu, daar zijn voor mij twee randvoorwaarden bij om dan te kijken op welke zijn ze altijd helpend dan. Als we weten... Als ik nu weer het voorbeeld pak van autonoom ondersteunend leiderschap, als ik dat toe als leidinggevende, draag ik dan altijd bij. Mm-hmm. En eigenlijk is dat niet zo. Want het zou kunnen dat de organisatiestrategie of het HR-beleid vandaag nog niet in lijn ligt met dat soort leiderschap. Bijvoorbeeld, stel dat ik dat doe als leidinggevende en mijn organisatiestrategie is door noodzaak of mijn HR-beleid heel sterk taakgericht en heel performancegericht, dan ga ik in conflict komen. Mm-hmm. Dat gaan mijn medewerkers ook voelen. En dan gaan mijn autonoom ondersteunend leiderschap niet geloofwaardig overkomen en zelfs een negatief effect hebben. Dus de voorwaarde is, het moet altijd in lijn zitten met het beleid en de strategie dat je ambieert. Mm-hmm. Maar die kunnen wel leidend zijn. En die kunnen ook een stukje voedend zijn om te kijken, moeten we daar niet meer rekening houden in onze organisatiestrategie? Als we weten vandaag bijvoorbeeld, je had het voorbeeld gegeven met de introductie, krapte op de arbeidsmarkt, dan lijkt het lijkt het wel wat zinvol om te kijken van hoe kunnen we onze talenten houden en betrokken houden. En dan kan die keuze van dat soort leiderschap zeer helpend zijn. Mm-hmm. De tweede voorwaarde of de tweede noodzakelijkheid om te zeggen zijn ze altijd helpend, heeft ook te maken met de context waarin je als organisatie zit. Ja. Maatschappelijk, maar ook financieel. En idealiter zijn is de som van alle competenties die mensen inzetten, dragen die bij tot het realiseren van de organisatiestrategie. Mm-hmm. Maar ook dat is niet altijd het geval als de complexiteit van de maatschappij anders zit of vandaag in de organisatie druk op de middelen enzovoort, dan is dat ook niet altijd het geval. Dus er is niet altijd een één-op-één verhouding tussen wat je doet en wat je dan bijdraagt aan de organisatie. En de derde vraag, Leslie, was... Ontwikkelbaar. Kunnen we iedereen alles aanleren bij manier van spreken? Ik,
ik zou daar als arbeidspsycholoog heel graag volmondig ja op willen zeggen, omdat dat een inherent geloof wat is. Maar feitelijk is het niet. Niet zo. Ik sprak daar straks over die skills, die knowledge, die abilities en others. Skills en knowledge is ontwikkelbaar. En met skills spreek ik over talenkennis bijvoorbeeld, of een bepaalde programmeer. Of een bepaalde programmeertaal. Bij skills gaat het over leiderschapsontwikkeling. Bepaalde competenties in leiderschap zijn zeker ontwikkelbaar. Als we dan naar meer vaste kenmerken gaan, en dan zitten we in de categorie van die abilities. Een voorbeeldje daarvan is empathie. Yeah. Dat is gelinkt aan je persoonlijkheid, een stukje. Dat is ontwikkelbaar, maar dat vraagt veel meer tijd en energie om daarin te investeren. En dat kost veel langer om dat te ontwikkelen. Vaste persoonlijkheidskenmerken blijven ook zeer moeilijk ontwikkelbaar. Dus hoe gaan wij daar dan mee om? In een geloof in leren en ontwikkeling is enerzijds eens kijken in het complete HR-beleid van wat is zinvol om in een onboardings, in een selectie en recrutering mee te pakken en te kijken als je dat echt nodig hebt om je organisatiestrategie te realiseren, is het goed om daar al in de selectie mee rekening te houden. En anderzijds proberen we ook te kijken, spreken we niet van opleidingstrajecten, maar over leertrajecten. Ja. En als we aan opleidingen denken, dan denken we vooral aan klassikale opleidingen waar ik wat zinvol is, want ik kan wat veilig experimenteren, ik krijg wat theoretische input. Maar dan focus je vooral op die knowledge en op die skills. Ja. Maar in leertrajecten gaan we kijken welke interventie is ook helpend om bepaalde abilities te laten groeien, bij meer investeringen. Dan zitten we in de coachingstrajecten, intervisiemomenten, alles wat daarmee te maken heeft. Opleiden is het nieuwe hiring, dus het is ook zinvol om daar ook naar te kijken, ook bij de competenties of de soft skills, die wat meer tijd vragen om daar ook in te investeren in je organisatie. Okay. En zou je dan zeggen, opleiden is het nieuwe hiren of leren? Leren is het nieuwe hiren. Eigenlijk is het leren, als ik jou beluister. Ja. Dan gaan we dat narratief een keer veranderen, want iedereen zegt dat opleiden... Ja. Eigenlijk is het ruimer dan, dat. Hè? Wij hebben zelfs ook, hè, zo dat VTO-beleid, dat wordt ook bij ons intern afgeschaft. En wij spreken nu over een lerenbeleid. Ja. Omdat dat veel meer de focus legt op het doel. En dat is wat ik daarnet zei, zo dat doel en dat middel. Opleiden is niet het doel, hè. Opleiden is een middel. Nee, en het beperkt. Het beperkt en het geeft een beeld. En de woorden die we gebruiken vormen een stuk hoe dat we ermee aan de slag gaan. Hè? Ja, dus dan wordt de definitie... ik heb veel geleerd dit jaar. Hoeveel opleidingen heb ik gevolgd dit jaar? En dat klopt eigenlijk niet helemaal. Als jij heel veel mogelijkheden biedt intern om te experimenteren, om mee te lopen, om een keer te veranderen van rol, is dat even is goed leren. Zeer zeker. Nu, wanneer hebben zo... Mag ik dan eigenlijk nog learning and development zeggen, vraag ik mij nu af. Wanneer hebben leerinitiatieven, zal ik dan even zeggen, hebben die... echt effect of het meeste effect? Waar moet je dan bijvoorbeeld vanuit HR op inzetten? Wat moet je doen dat effect optimaal is? Ja, ik denk zo dat onderbouwdheid wel zo een woord is dat alles wat samenvat. En het speelt wat in op wat Lisbeth al zei. Wat zij zei, van het moet gelinkt zijn aan de organisatiestrategie. Mm-hmm. Die integratie met het bredere geheel is eigenlijk een van de belangrijkste. En dat is zo'n gemakkelijke kapstok dat ik vaak gebruik, is zo de verticale en de horizontale alignering in HR. En wat Lisbeth uitlegde, dat is eigenlijk echt die verticale alignering. Weet je wat jouw strategie is als organisatie? Weet je ook wat de impact is op HR-beleid? Hoe kan die bijdragen aan die strategie? En zijn die goed in lijn? Als jij bijvoorbeeld... wat zo een klant en een ziekenhuis die... hadden als focus, die wouden het meest klantgerichte, client-centered ziekenhuis worden van Vlaanderen. Daar waren ze van overtuigd, dat is onze missie. Dus alles wat te maken heeft met klantgerichtheid was belangrijk. En ze hebben daar multidisciplinaire teams samengesteld, waarop dat ze eigenlijk rond een patiënt georganiseerd waren. En van daaruit kan je je voorstellen, teamwerking is heel, heel belangrijk in zo'n situatie. Wilt je niet dat daar mensen hun baan alleen gaan rijden? Je wilt dat die informatie delen, dat die kennis delen, zodat de best mogelijke zorg voor die patiënt voorop staat. Als je bijvoorbeeld in dat geval gaat werken met
bonussystemen mm-hmm. die dan niet op teamniveau zijn, maar bijvoorbeeld mm-hmm. op individueel niveau, ga je daar heel rare situaties krijgen. Die verticale en die horizontale alignering zijn zo voor mij twee kapstokken ja. waar je eigenlijk elk initiatief naast elkaar kan leggen. Als ik daarnet sprak over leiderschap, dat autonoom ondersteunend leiderschap, dat is ook een voorbeeld van enerzijds die verticale alignering, mm-hmm. maar ook horizontaal. Als ik als leidinggevende opnieuw dat doe, maar ik moet daarna in een ander deel van de HR, het HR-beleid mensen gaan puur beoordelen mm-hmm. op target. Dat wringt. Dan is het niet horizontaal, dan is het niet horizontaal gealigneerd. En dan ga je zeker ook nieuw HR-beleid realiseren en zeker ook nieuwe organisatiestrategie. Mm-hmm. Voilà. Dus die verticale alignering wil zeggen strategie in lijn met al uw HR-domeinen. Die horizontale wil zeggen al uw HR-domeinen moeten een beetje dezelfde boodschap geven. Ja. Als jij gelooft in groei van mensen en je gaat heel diploma-gericht gaan selecteren en je gaat in je functioneringsgesprekken mensen belonen omwille van bepaalde diploma-vereisten, mm-hmm. Dan is dat niet congruent en dan ga je merken dat dat ook door je medewerkers heel oppervlakkig, onsamenhangend gaat aanvoelen en dat ze ook minder gaan meegaan in uw strategie. Je verlaagt echt uw draagvlak. Oké. Nog tips voordat ik overga naar de... We hebben het nu vooral zo over de context mm-hmm. gehad. Maar als de context goed zit, dus je hebt een goede visie, je hebt een goede strategie, het is gealigneerd op mm-hmm. alle vlakken. Uw leertraject zelf is natuurlijk ook van belang. Dat moet ook kwaliteitsvol gedesigned zijn. Dat is denk ik een voorwaarde om te gaan starten aan het designen van uw leertraject, is die alignering. Maar zo de frustratie wat ik vaker dan hoor bij L&D-managers of HR-managers, is van, ze vonden het wel leuk. Wat dat wij belangrijk vinden, is dat ze effectief gedragsverandering gaan tonen in de praktijk. Dat effect moet op lange termijn zijn, moet ook een stukje direct zijn. Dus wij proberen wel in die leertrajecten heel fel na te denken over die transfer. Dus elke keuze dat we maken in een leertraject met een klant heeft als doelstelling, we gaan ervoor zorgen dat dat in de praktijk mm-hmm. ook effect heeft. Een effect wil zeggen, er is transfer, er is gedragsverandering en dat gedrag waar we op aan het trainen zijn of aan het leren zijn, is gelinkt aan onze bredere strategie. En we werken bijvoorbeeld altijd met intakes, waardoor je de leermotivatie al van een persoon heel veel in gang zet. Dat is dan weer gelinkt aan zo die autonomie dat je ook geeft in die keuzes. Mensen kunnen zelf kiezen binnen het kader. Want ze kunnen niet... er is een kader, dit is het onderwerp waar we rond gaan werken. Maar binnen dat onderwerp, wat zijn de dingen waar jij tegenaan loopt? Mm-hmm. En waar wil jij iets rond bijleren? En dan ga je ervoor zorgen dat die transfer, dat die kans veel groter is. En zo wordt eigenlijk elk traject echt ontwikkeld samen met de klant, zodat dat de hoogste kans heeft op ook gedragsverandering in de praktijk. En dat ze niet zeggen, ik moet mijn slides nog een keer bekijken en dan zal het wel lukken. Ja, dat is niet wat we willen. En niemand bekijkt die slides achteraf nog. Hè. Mm. En als je zegt in de intake, de leermotivatie, heeft iedereen zo'n knop? Als je goed genoeg zoekt, kun je die motivatie bij iedereen aanwakkeren of aan de oppervlakte brengen of niet? Ja, niet altijd uiteraard. Er zijn voorbeelden waarin er veel meer factoren spelen dan enkel de leermotivatie. En op dat vlak, zowel HR als wij, we zijn daar geen tovenaars in. We kunnen ook niet zomaar een situatie volledig draaien. Maar wij proberen wel op alle stukken waar we impact op kunnen hebben, staan we recht in onze schoenen dat we alle interventies mm-hmm. gedaan hebben, dat we konden, om ervoor te zorgen dat iemand mee kan in zo'n leertraject. Ja. En daar is een op maat aanpak wel heel belangrijk. En een trainer of een L&D-begeleider die dat goed kan inspelen op echt individuele noden en vragen. En ik merk dat ook als ik naar onze trainers kijk. Dat zijn echt wel complexe vaardigheden. Mm-hmm. Dat gaat over en met mensen het juiste niveau vinden om op één lijn te kunnen werken. Dat gaat over omgaan met weerstand. Dat gaat over wat stakeholder management communicatie naar HR en leidinggevende.
Dat gaat over procesbegeleidingstechnieken en dan nog eens een zeer diepgaande kennis van het thema waarvoor ze daar staan. Ja. Dus ik denk dat zo een goede begeleider, een goede trainer daarin een enorm belangrijke factor is. Ja, zeker. Als ik eens mag verder ingaan op die leermotivatie. Een interessant concept dat wij gebruiken om daar naar te kijken en ook samen met mensen van LND een stukje dat te benaderen is pijn en vertrouwen. Caroline de Galland, die een trainerschool heeft in Nederland, die spreekt daarover in ontwerpen en design van leertrajecten. En pijn wil zeggen, ik heb ergens last van. In mijn functioneren heb ik last en dat schuurt, het schuurt ergens. Ja. Dat kan een individuele pijn zijn, dat kan een teampijn zijn, dat kan een interpersoonlijke of organisatiepijn zijn. Dus dat is pijn. Vertrouwen wil zeggen, ik heb het vertrouwen dat als ik een leertraject volg, wat het ook mag zijn, dat daar evolutie in kan zitten. En wij proberen dan samen met de organisatie te kijken in welke mate voelen is er vandaag pijn. Mm-hmm. Is daar ineens gezindheid over wat die pijn is? En in welke mate kunnen we dat... Is er dat al, dat vertrouwen? En in welke mate kunnen we een stukje die twee stimuleren? Omdat die alle twee noodzakelijk zijn om over leermotivatie te spreken. Okay. En dan proberen we met de klant te kijken wat is binnen de mogelijkheden en tijd haalbaar. En dan werken we met kick-offs waar een duidelijke communicatie gebeurt, bijvoorbeeld. Wat heel belangrijk is, is met de stakeholders gaan kijken hoe ziet dat daar en welke rol kunnen leidinggevenden daarin spelen, bijvoorbeeld. Of eens een kleine proeversessie organiseren, dat mensen dat al eens voelen, zo... Maar het begint met te kijken samen met de klant welke leermotivatie is er vandaag en welke mogelijkheden zijn er om die aan te pakken. Wat kunnen jullie zelf doen en waar kunnen wij in ondersteunen? Oké, helder. We hebben de neiging, je hebt het er net ook al aangegeven, Helen, de neiging om heel snel naar een oplossing te gaan, hè, zo quick fixes. In plaats van eerst nog een keer in te zoomen op dat probleem en dieper te gaan en te kijken of dat misschien een opleiding wel de juiste oplossing is. Dat lijkt mij een van de verschillende valkuilen die er zijn. Welke zijn er dan zo bijvoorbeeld nog? En hebben jullie daar dan, hoe ga je daar dan mee om? Want ik kan mij inbeelden, in heel wat gesprekken gaan mensen waarschijnlijk wel meegaan in jullie verhaal van je moet de tijd nemen en je moet uitzoomen. Maar zoals ik in de intro zei, het is een krappe arbeidsmarkt, er is een probleem. Het doet pijn. Iedereen heeft er last van. We willen het eigenlijk gewoon opgelost hebben. Ja. Dus welke valkuilen zijn er zo nog waar jullie mee te maken krijgen? Ik denk zo de manier van na een leertraject zo omgaan met de meting of de manier waarop dat we het opvolgen. De happy sheets zijn toch nog altijd zeer ingeburgerd als nog ik altijd, zo aan kijk. Zo'n evaluatie, juist na de opleiding, de tevredenheid. En ik kan je zeggen, er zijn heel veel trucjes om die tevredenheid heel hoog te krijgen als je zo als laatste oefening zoiets heel goed doet. Mm-hmm. Dus dat zegt eigenlijk heel weinig over de effectieve gedragsverandering. En in zo'n traject proberen wij goed te kijken voor zo'n leertraject. Zo, wat zijn de zaken die we echt veranderd willen zien in de organisatie? En dan kan dat soms heel ver gaan. Hè. Stel een customer service team, waar dat de klanttevredenheid na die calls eigenlijk heel slecht is. Ze zeggen, ja, we moeten daar iets aan doen. Want onze strategie is, wij willen dat groeien, wij willen tevreden klanten. Wij willen dat daar een verbetering in komt. Dan gaan we ook kijken. We hebben zo bij een grote supermarktketen hebben we zo gewerkt met observatoren bijvoorbeeld. Waarin dat we eerst een observatiemoment hadden van die mensen in zo'n customer service rol. Vanuit een groei, niet vanuit een evaluatie, vanuit een functioneren. Echt vanuit, we willen u helpen om daar beter in te worden. We willen u helpen om mee te gaan in de organisatiestrategie. En dan is daar een leertraject geweest dat een stukje inging op een aantal vaardigheden die beter konden. En bij het einde van het traject is daar opnieuw zo'n observatiemoment geweest, waardoor zowel de organisatie als de persoon zelf het gevoel had van ik ben hier geëvolueerd, ik ben hier gegroeid en we zijn ergens naartoe aan het werken. En dat is zo eentje, maar eigenlijk kan je er nog verder in gaan, kan je kijken ook wat moet er gebeuren? Moeten de klachten naar beneden? Willen we echt een percentage naar beneden halen? Willen we daar een verbetering in zien? Willen we dat de calls korter en kwalitatiever zijn? Mm-hmm. Kunnen we meten op welke manier dat effect heeft op de tevredenheid van klanten? Ga je bijvoorbeeld vragen aan de klant hoe dat het gesprek ervaren is?
En al die wat hardere metrics, dat is natuurlijk ook vaak ene dat in onze softe HR-wereld gemakkelijk vergeten wordt. En dan blijven we focussen op zo dat bibbeltje juist rond het leertraject. Maar we vergeten ook weer daar het bredere doel waar die opleiding op moet inspelen. Ja, welk probleem het eigenlijk moet oplossen. En door dat al helder te stellen, dat is al een eerste. En dat dan concreet te maken en te kijken hoe gaan we dat dan meten, na welke tijd of hoeveel keer en met welke periodiciteit, ga je eigenlijk die effectiviteit al wat beter in kaart kunnen. Maar de happy sheet, dat is nog altijd in opleidingen, in bedrijven toch wel. Die opleidingen organiseren. Ja, ik vind dat verrassend. Dat is die quick fix, dat is gemakkelijk. Ja. Dat is heel gemakkelijk. Hè? En het kan niet zeggen dat het in alle organisaties is. Hè? Dus daar zit wel wat variatie op, maar HR blijft het ook belangrijk vinden, en ik snap het ook wel ergens vanuit, zijn mensen content met wat ze hier doen? Het is niet onbelangrijk dat mensen een goed gevoel hebben de dag zelf, hè? Maar het mag niet het enige zijn. Het mag niet er is misschien niet noodzakelijk iets mis met het feit dat ze het een fijne dag vonden, dat de broodjes dan lekker waren en whatever, maar het mag... En dat ze het connecterend vonden met collega's bijvoorbeeld, dus dat is ook heel zinvol. Ja, maar het moet verder gaan, het moet verder concreter. Gaan. En dat is... Dat is wat je daar straks zei, de tijd die dat vraagt mee. Hè, we hebben het daar nog over van meten is weten, maar dat vraagt tijd en dat vraagt zeer bewuste keuzes. En dan is het de verleiding groot om naar de quick wins te grijpen. En dan is te evalueren en mensen zijn content en de leidinggevende zal dat wel verder opvolgen in de one-to-ones en in de HR-cyclus. Ja. Dus dat... En dat het blijft nodig om dat te formaliseren en daar ontbreekt het aan tijd en middelen. Mm-hmm. Ja, en ook, denk ik, structurele inbedding in de strategie. Ja. Ik denk van als je dat begint te doen, heb je echt wel een bepaalde kracht. Hè, als L&D of HR manager je kan aantonen dat je mee bijdraagt aan de organisatiestrategie. Mm-hmm. Dus jouw draagvlak intern, dat gaat ineens... Gaat dan om daar omhoog gaan. Naar omhoog gaan. Ja. Mm-hmm. Evidence-based, met voldoende pragmatiek, zo werken jullie. Hè? Ik had dat op voorhand gevraagd, hoe moet ik dat omschrijven? Wat moet ik daar dan precies onder verstaan? Want de twee lijken elkaar misschien een beetje tegen te spreken. Ja, en die kunnen soms in het spanningsveld ook zitten bij elkaar. Zoals hebben we het daar net over. We hebben het voorafgaand aan de podcast, hebben we inderdaad al een beetje zitten freewheelen. Ja. Het is misschien goed om te kaderen wat is evidence-based. Hè? Mm. En wij gebruiken daarvoor een bekend kader van Brents en Rousseau, waar ze evidence-based benaderen vanuit vier criteria. Mm-hmm. Het eerste is de wetenschappelijke inzichten en literatuur die er zijn en onderzoek daar rond. Het tweede is de noden en de behoeften en de belangen van de stakeholders die betrokken zijn in het geheel. Dat is een tweede aspect. Een derde aspect is de expertise van professionals, die daar vaak mee bezig zijn en die daar een stukje toch ook ervaringsdeskundigen soms in zijn. En dan objectieve organisatiedata is een vierde criterium om over evidence-based te praten. En dan kijken we naar cijfers over bijvoorbeeld ziekteverzuim, verloop. Dat zijn objectieve data. En die vier criteria maken dat iets evidence-based is. Mm-hmm. We hebben soms de reflex om te denken, als iets wetenschappelijk onderbouwd is, dan is het evidence-based. Dat is één aspect. En waar wij proberen naar te streven, en dat is een streven, dat is geen exacte wetenschap, is zowel de wetenschap alle eer aan te doen als de praktijk. Ja. En de praktijkervaring en kennis en de noden van de stakeholders die daarbij betrokken zijn. En overgewicht aan naar de wetenschap of daarop doorgaan, dan zouden we wat er leeft in een organisatie, wat er al aan werk gedaan is, soms ook verloren laten gaan en belangrijke inzichten daar niet uit meepakken. Een te groot overgewicht naar dat stukje zou maken dat we interessante invalshoeken uit onderzoek gewoon naast ons neerleggen. Dus wij proberen, dat is het streven, eerst aan te doen aan beide, om van daaruit naar de juiste interventie op het juiste moment in de context die er vandaag is binnen een organisatie. Ja. Hoe doen we dat dan? Helen heeft het al zeker een stukje gezegd. Naast dat evidence-based met voldoende pragmatiek is ook een van onze strategische ankerpunten systemisch werken met respect voor de context die er is. Dus we gaan die context heel, heel goed
onderzoeken en kijken wat is er aanwezig en dat ook waarderen. En dat kan zijn door bijvoorbeeld heel ons inlezen in bepaalde beleidsdocumenten, spreken met mensen die betrokken zijn in het traject, ook die objectieve data eens bekijken. Is er dat vandaag in de organisatie? Volgen ze dat op? En dan dat samen met de klant bekijken van wat ligt hier allemaal en hoe die vertalen we dan naar de leernood en hoe designen we dat dan in een leertraject. En dan kunnen we bijvoorbeeld stoten op het gegeven dat er vandaag in een organisatie gebruik gemaakt wordt van een van de niet-evidence-based persoonlijkheidsmodellen. Mm-hmm. Maar we kunnen ook zien dat dat ook wel positieve effecten heeft. Dat mensen elkaar makkelijker feedback geven. Dat mensen in een team gemakkelijker in dialoog gaan over een bepaalde groepsdynamiek. Dan is het niet aan ons om te zeggen, gooi dat hier allemaal overboord, we beginnen van scratch. Maar dan zie ik onze rol enerzijds om een stukje wel die bril mee te geven. Dat is er ook, dat weten we. En dat zegt dat. Hoe kunnen we daar nu verder mee aan de slag? Dat wel evidence-based is. Op welke manier kunnen we dat toch in de organisatie stimuleren? Gewoon niet aanvaarden dat dat er is, maar wel kijken, het is er, hoe gaan we er verder mee aan de slag? Dat is één, onze rol. En daarnaast, twee, wat we dan wel proberen te doen, is in de trajecten wel vooral focussen op evidence-based modellen die ook een wetenschappelijke onderbouw hebben. En daar ook organisaties in challengen. Hè? Ja. Een stukje helpen om weg te stappen uit hun beeld. En bijvoorbeeld kan sommige leidinggevenden denken, dat werkt met zo dat inzetten op autonomie, dat werkt bij sommige mensen, maar er zijn mensen waar dat nooit zal mee werken en dat moet je controlerend. Dus die aannames ga je een klein beetje gaan challengen. En dan helpt het om een stukje een wetenschappelijk onderbouwd model te gebruiken. En dat proberen we wel goed in te zetten. Maar de pragmatiek zit vooral bij mij. En we hebben die kennis en we laten ons daar ook goed omringen door klankbordgroepen die we hebben met mensen met een academische achtergrond. En daarnaast doen we ook regelmatig intervisiesessies met collega's die in gelijkaardige trajecten bezig zijn. Dus al die blokken proberen we samen te leggen. Dus voor mij betekent het enerzijds kijken wat er is en anderzijds dat challengen en er ook wel samen op voorbouwen en kijken welke evolutie willen jullie daar als organisatie in samen met ons maken. Ja, dus de pragmatiek zit dan eigenlijk ook een stukje in het vaststellen en herkennen van als er een spanningsveld is tussen bijvoorbeeld twee elementen. Kan ook omgekeerd zijn dat het een heel onderbouwd onderzoek is, maar dat de stakeholders het niet moeten. Hè? Ja. En dan moet je er ook inderdaad van afstappen en anderzijds aangeven van kijk, dit werkt duidelijk voor jullie, maar weet dat het geen wetenschappelijk onderbouwd model is en dat er daar toch wel een aantal risico's aan. En op welke manier kan je ermee aan de slag gaan? Voilà. Dat je de valkuilen zo min mogelijk aanwezig laat zijn in jouw organisatie. Dat is inderdaad al een beetje, ik kan er mij al een beeld bij vormen wat dat dan betekent, evidence-based met voldoende pragmatiek. Nu, zo'n evidence-based aanpak helpt sowieso om de leereffectiviteit te verhogen. Meten is weten, het draagt bij tot een leertransfer. Je hebt er net ook al een bruggetje naar gemaakt. Hoe ga je dan op een valide, op een onderbouwde manier het effect van een leiderschapstraject meten? Zijn daar bepaalde modellen voor die jullie gebruiken, die misschien nog niet zo vaak gebruikt worden, die minder ingang hebben gevonden? Hoe ga je daarmee aan de slag? Ik denk dat het al vaak gebruikt wordt. Het is ook al wat een ouder model, het model van Kirkpatrick, maar het bewijst nog altijd zijn, het is nog altijd relevant en het bewijst nog altijd zijn meerwaarde, omdat het vrij eenvoudig is en omdat je samen met een organisatie kan kijken hoe ver gaan we vandaag en hoe ver willen we gaan. En het model van Kirkpatrick maakt een kijkt naar vier niveaus van wat je kan meten. En het eerste niveau hebben we net besproken, hoe tevreden zijn mensen van een leertraject of van een opleiding. De happy sheet. Het tweede niveau gaat kijken, gaat meten wat hebben mensen geleerd qua kennis en vaardigheden. Dus kunnen ze, weten ze nu iets meer of hebben ze bepaalde competenties ontwikkeld? In een leiderschapstraject kan je dat bijvoorbeeld doen door aan de slag te gaan met zelfevaluaties nadien. En dat je een opdracht geeft en dat je zegt, oké, we hebben nu bijvoorbeeld gewerkt rond
verbindende feedback geven, dat we daar een observatieformulier van opmaken samen met de klant en dat ze daarna, na een reële situatie, zichzelf gaan moeten evalueren. Dat zit op dat niveau. Een tweede voorbeeld dat daarin zit, zijn de doelgerichte simulaties waarmee we werken. En dat mensen echt een checklist hebben van, dat is een stukje de norm waaraan een goed feedbackgesprek bijvoorbeeld zou moeten voldoen als leidinggevende. We doen het in een simulatie. Dus dat is dat tweede niveau. Dan ga je kijken, heeft de persoon die kennis en die vaardigheden? Maar dan is het nog... ze zijn aanwezig, dan wil het niet zeggen dat die persoon toepast in de praktijk. En dat is dan het derde niveau. Dan gaan we proberen te meten van... past die persoon dat daadwerkelijk toe in zijn praktijk? En voorbeeldjes dat daar in leiderschapstrajecten gebruikt worden, is een 360-graden feedback, omdat je dan ook die peer-evaluaties krijgt of feedback van verschillende stakeholders. Wat er ook wordt gebruikt, is bijvoorbeeld dat iemand geobserveerd wordt tijdens het uitvoeren van bepaalde... als het gaat over gesprekstechnische vaardigheden. En wat we ook proberen te doen, is te kijken hoe kunnen we het integreren in de performance cycle. Mm-hmm. Dat wat er geleerd zou moeten worden in de leertrajecten, kan de leidinggevende daar ook de persoon op evalueren. En dan is dat daar ook zichtbaar. Dat is dat derde niveau. Het vierde niveau is het meest complexe niveau. En dan gaan we kijken... draagt het nu daadwerkelijk bij aan de organisatiestrategie? Mm-hmm. En heeft het effect op het realiseren van die organisatiestrategie? En dan gaan we samen met de organisatie kijken naar tevredenheidsenquêtes bijvoorbeeld. Soms is dat omzet. Kan dat ook betekenen dat de doelstelling was? Maar daar, zoals ik heb het bij de start gezegd, dat is ook afhankelijk van andere... randvoorwaarden, maatschappelijk en ook in de organisatie. En om dat niveau te bereiken, moet je zeker 2, 3 en 4 noodzakelijk bijna een voormeting en een nameting doen. En op dat niveau is dat absoluut noodzakelijk, omdat je dat moet kunnen vergelijken met een situatie ervoor en een situatie erna. Wil dat nu zeggen dat elke organisatie op dat niveau moet gaan zitten of dat wij zeggen, we doen het niet als je deze stappen niet doet. Nee. Dat is niet, maar we proberen wel bij elke organisatie weer met respect voor de context te kijken. Hoe ver wil je daarin vandaag gaan? Hoe ver is het nodig om daar vandaag in te gaan? En welke stappen kunnen we dan samenwerken? En het is soms, voor organisaties is het vaak, voor L&D-mensen ook wel van een confronterende bril om het eens te zien van, oké, als je dat doet, met wat geluk heeft het impact, maar met wat minder geluk iets minder. En dat helpt wel om ook intern te motiveren, om daar wat tijd en middelen... Ja. Want om er gewoon meer strategisch en duurzaam mee aan de slag te gaan. Ja, en één keer dat je dat gedaan hebt, wordt dat ook gemakkelijker. Vaak de eerste keer, want als je al onze uitspraken en tips hoort, kun je misschien denken, amai, dat is een serieuze boterham dat ik hier op mijn bord krijg. En het is inderdaad al druk. Maar ik ben op dat vlak wel fan van keuzes. En om niet in te spelen op heel veel opleidingen en een gigantisch aanbod waar mensen op kunnen intekenen, die dan eigenlijk allemaal zeer generalistisch zijn vormgegeven, dan zou ik denken, de helft van tafel en kies strategisch een aantal zeer goede punten, focuspunten waar je op wilt inzetten en probeer eens met één pilootproject, één van je opleidingen is echt met een andere bril te bekijken en toch eens te proberen van te meten op bijvoorbeeld al een gedragsniveau. En dat kan perfect door gewoon een observatie van een leidinggevende die een aantal weken na het leertraject is meegaat en vanuit een groeidoelstelling. Meestal vinden mensen dat ook echt wel leuk om te voelen, ik ben gegroeid. Mm-hmm. Ja, dus we moeten een stukje meer gaan experimenteren. En vooral, wat ik een heel belangrijke tip vind, overal in HR, en het zal niet alleen in HR zijn, focus. Ja. We willen alles tegelijkertijd vandaag of gisteren gedaan hebben en we hebben geen geld en geen tijd. En dus eigenlijk, het moet wel allemaal. Ja, ja. Dus
En daar helpt die strategie ook bij. Wat zijn de kritische punten binnen je leerbeleid waarop je moet inzetten die echt noodzakelijk zijn om het te bereiken? En als al de rest ballast is, zou ik zeggen, begin echt met een aantal focuspunten. En misschien ook met iets waarvan dat de kans het grootste is dat het een succesverhaal zal worden. Is dat dan ook belangrijk? Want als je dan experimenteert en je gaat er dan eigenlijk door zoals het hoort... En het is een succesverhaal, zou ik denken, dat mensen geneigd zijn om erin mee te gaan van oké, dat werkt. Terwijl als je eerste project een hele moeilijke was, dat mensen daardoor onterecht er geen vertrouwen in zouden hebben. Ik denk dat dat zeker een goed idee is van te starten met een project waar dat je al weet van dat gaat in de organisatie goed onthaald worden. Dat kan een goede best practice zijn, dan kan een beetje je eerste succes zijn om op verder te bouwen. Ja. Zeker naar vertrouwen toe is dat altijd een goede zaak. Hè? Mm. En dan is het niet erg als uw eerste als daar een plan achter zit, is het niet erg dat uw eerste interventie gewoon gericht is op het behalen van positieve happy sheets. Hè? Yeah. Maar dan heeft dan zit daar een doel van vertrouwen te krijgen in ons als partner bijvoorbeeld, een stukje relatie opbouwen, veiligheid te creëren. Maar dan is dat duidelijk waarom we het op die manier doen. En, en dan kunnen we daarna misschien verder bouwen. En het is zeker zinvol om als organisatie te kijken in alles wat we zouden moeten doen in een ideale context. Wat is de strategie? Wat is onze focus? En welke quick wins zijn er om daartoe al eerste stappen in te zetten? Okay. Maar dat is dus wel het model dat jullie eigenlijk naar voren schuiven, waar dat we naartoe zouden moeten evolueren allemaal, mits... Inderdaad, focus en starten met kleinere projecten. En we werken daar dan ook samen met organisaties die daar in dat meten expertise in hebben en die ons daarin ondersteunen. Mm-hmm. Dat is niet iets wat wij dan allemaal doen, maar we proberen wel een netwerk te hebben die daarin kan ondersteunen. Oké. Ik sluit eigenlijk de podcast altijd af, of zoveel mogelijk, met een aantal concrete tips en handvaten. Hè? Want jullie hebben heel veel dingen verteld, dus mensen zitten er naar te luisteren en te kijken. Maar iedereen heeft op het einde toch altijd zo de nood van geef mij nu zo'n keer een aantal key takeaways. Of wat is nu een eerste stap dat ik de goede richting kan uitgaan. Dus ik zou daarmee willen afsluiten, een aantal concrete handvaten. Ja, ik denk de eerste, en als je de podcast helemaal geluisterd hebt, zou dat ondertussen ene moeten zijn dat erin zit. Dat is, bij elke actie dat je doet binnen L&D, stel je de vraag, op welke manier draagt dit bij aan de organisatiestrategie? Lisbeth zegt altijd, dat moet een mantra zijn. Ja. Dat moet zoiets zijn dat zich herhaalt als je een aantal acties aan het... aan het doen. Ja. Ik denk dat een basis is om aan te starten. Oké. Ik denk de tweede is, start een keer met een pilootproject om verder te gaan dan de happy sheets. Ja. Probeer een keer op een of andere manier toch wat meer gedrag te gaan meten en te kijken dat je wat voor- en na-cijfers hebt. De derde. Ik zou zeker voor de mensen dat zo'n open aanbod hebben, zou ik aanraden om een keer heel kritisch door je open aanbod te gaan. En eens te less kijken, is more, zijn ze allemaal, dragen ze allemaal bij tot de organisatiestrategie en zijn ze op maat genoeg dat mensen er ook effectief iets uit meepakken in de praktijk? En hoeveel was ik? Je had er al drie, maar er hoeven er ook geen vijf te zijn. Ik gooi er altijd zo vijf, dan mogen er vier, dan mogen er zeven, dan mogen er 23 zijn. Ik ga het er wel bij aansluiten. Kijken vanuit dat kader van evidence-based... Mm-hmm. Vind ik ook een manier om te kijken naar de leerinitiatieven dat je gaat doen. Hebben we die allemaal voldoende meegepakt in ons verhaal? Hebben we genoeg rekening gehouden met de stakeholders? Zit er wetenschappelijke onderbouw voor wat we doen? Hebben we bepaalde objectieve data die ons kunnen ondersteunen om dan ook mee te pakken in dat metenstuk? Misschien is er dat al en moet je dan niet gaan uitvinden en is er dat al? En ten vierde is er... Kunnen we gebruik maken van bepaalde expertise in de organisatie als HR of L&D? Of moeten we beroep doen op extern? Ja. Extern hoeft niet altijd het antwoord te zijn, want het is wel goed om kritisch te kijken, gezien wat we willen bereiken. Doen we het zelf? Hebben we bepaalde expertise? Of gaan we eens de markt op verkennen? Ja, dus de evidence-based aanpak, inderdaad met de vier elementen en niet alleen dat wetenschappelijk onderzoek. Er gaan er zes komen, ik voel het. Ja, als het ons gaat gaan, komen er nog wel een paar. We zullen afronden bij vijf. Dus,
Ik was ook aan het denken, zo, toch ook binnen de leertrajecten, zo een keer afstappen van de klassieke opleidingen. En ook daar eens te kijken, kunnen we leertrajecten in onze organisatie introduceren? Kunnen we werken met verschillende interventies? Kunnen we eens werken met een intake, een intervisie, een meer inspirationele sessie? Kunnen we werken met een deel coaching? Dat er zo een beetje variatie komt in uw leertrajecten en best ook gespreid in de tijd. Dat weten we ook uit onderzoek. Dat is vanuit de neurologische kant. Dingen die herhaald worden en die gespreid worden in de tijd, worden beter onthouden. Dus ook daar zorg voor zodat die spreiding en die variatie in een leertraject. Oké, dat waren er 5, maar je mocht er nog een 6. Elisabeth, als het... Nee, ik kan me inhouden. We gaan dat vinden wel heel erg jammer. Hè? We hebben er wel over nagedacht, omdat we wisten dat we een aantal kaders gingen aanreiken vandaag. Ook wel wat modellen, wat theorieën, waar mensen misschien in krefjes rustig willen doorgaan en dan een keer willen bekijken. Dus we hebben een soort van speakbriefje ontwikkeld. Okay. En dat mogen we delen? Ja. We zullen dat sowieso op onze website. Dus je kan daar eigenlijk nu al naartoe gaan. Dat is www.obelisk.be. Daar ga je een pop-up zien waar je eigenlijk dat speakbriefje kan bekijken. Leuk. En daarin staat een soort van... Ja, het is een stukje een checklist. Iets dat je eigenlijk steeds... Ik denk dat je dat steeds naast je moet hebben als L&D-verantwoordelijk of HR-verantwoordelijk. En je kan dat naast de bestaande leertrajecten leggen en dat echt eens gebruiken als manier om te kijken van hoe ben ik vandaag bezig, waar kan ik op veranderen. Of als je een nieuw initiatief wilt introduceren, dat je zo een leidraad hebt om mee weg te gaan. En wat ik ook wel bedacht wat misschien fijn zou zijn, is zeker als je een L&D-team hebt, zou dat ook iets fijn zijn voor in de meetings, zo, om eigenlijk het leren ook in je eigen team te introduceren of te versterken. En dat je zegt, van we pakken er een keer één tip of één model per meeting uit, 5 minuutjes, we leggen dat aan elkaar uit, we challengen dat een stukje. En dat je van daaruit ook die eerste stap in evidence-based werken en een gemeenschappelijke taal daarin, dat je dat ook in je eigen team kan introduceren. Ja. Mooi, het Obelisk speakbriefje. Dus we gaan er zeker de link nog eens mee opnemen in de podcast. Toch heel veel concrete tips, heel veel toelichting. En ik kan me inbeelden dat mensen hier best veel aan gehad hebben. Ik heb ook zelf weer heel veel bijgeleerd. Dus dank je wel daarvoor. Dat is heel graag gedaan. Met heel veel plezier. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer weten dat er nog heel veel afleveringen te bekijken zijn of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app? En het allerbelangrijkste, weten jullie alle, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!